De start en finish van de marathon bevinden zich op de Lolaan. Daar waait het behoorlijk en daar hebben niet alleen de lopers last van. Met die zware wind is het voor de meeste sporters flink afzien. Ja, we hebben er even stevig aan getrokken. Het laatste stukje, ik wou binnen de 1:17 binnenkomen. Nou ja, gelukt hè. De meeste lopers gaan tot het gaatje. Zoals deze mevrouw uit Duitsland. Bij de finish aangekomen is ze flink kapot. Ja, het gaat niet zo ganz wirklich goed, maar gleich. Du bist een beetje kapot. Ja, ik ben een beetje kapot. Het was anstrengend. Ja, veel geluk. Gelukkig worden de lopers goed opgevangen door de organisatie. Zo is er sportdrank en thee voor de atleten. U staat lekker met een dekentje en een warme kop thee? Ja, lekker warm worden en warm blijven. Ja. Sommige lopers gaan net iets te ver. Deze man is oververmoeid. Hij wordt opgevangen door Rode Kruismedewerkers. Het meeste loopt gewoon zelf binnen. Dus heel af en toe, ja, dan krijg je dit, maar... Nou ja, daar zijn we dan ook voor. Oververmoeid, niet goed getraind of te hard gelopen, kan gebeuren. Komt vaker voor met hardloopwedstrijden. Uiteindelijk halen ruim 9000 lopers de finish. En dat aantal is een nieuw record voor de midwintermarathon. Waarom doe je dit nou? Ja, het is een gezonde sportverslaving, zullen we maar zeggen. Ik loop 4 keer in de week, dus er zijn een hoop mensen die zeggen van hoe gek ben je, maar ik voel me er lekker bij. Zeg, er zit 70 meter hoogteverschil in op het parcours. En daar moet je goed getraind voor zijn. En als je half getraind bent zoals ik, dan overleef je het wel, maar houd het toch niet op.